Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz Şekerius, heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne in Almere Poort. Hoi, Dilan. Goedemorgen. Via een videoverbinding sprak ze met brandweerlieden van alle kazernes in Almere. Eerder op de dag bezocht ze ook een politiebureau in Almere. Met het bezoek wil de bewindspersoon de medewerkers van de verschillende hulpdiensten een hart onder de riem steken voor de komende jaarwisseling. Ik vind het belangrijk om het hele jaar door te doen, maar met oud en nieuw is er wel echt extra aandacht voor. Als je kijkt naar de politie, naar de brandweer, maar ook ambulancediensten bijvoorbeeld. Het zijn mensen die de hele dag, maar ook vannacht, voor ons aan de slag gaan om ons veilig te houden terwijl wij proosten op een nieuw jaar. En ik zou heel graag willen dat dat ook op een veilige en fijne manier zou gebeuren. Maar ik weet ook dat er excessen zullen zijn, dat weten we van afgelopen jaren. Dat hulpverleners ook belaagd zullen worden, vind ik verschrikkelijk. Dus ik wilde hen heel graag ook zelf spreken en ook zelf heel veel succes wensen vanavond. Ook heeft de minister een boodschap voor mensen die hulpdiensten tijdens de jaarwisseling hinderen of aanvallen. Op het moment dat jij een hulpverlener die daar staat voor jouw veiligheid, voor jouw vrijheid, voor jouw gezondheid belaagt, dan moet je ook echt flink aangepakt worden. Dus we kunnen ook veel zwaarder straffen dan normaal op het moment dat je hulpverleners aanvalt. We kunnen ook, omdat het de jaarwisseling wordt gezien als een evenement. En dat betekent dat we ook zwaarder kunnen straffen, ook als het niet gaat bijvoorbeeld over belaging van hulpverleners, maar als je andere rottigheid uithaalt. Maar weet je, uiteindelijk denk erover na. Politiemensen, brandweerlieden, ambulancepersoneel, zijn allemaal mensen die ook graag veilig thuis zullen kunnen keren naar hun gezin, naar hun familie, naar hun vrienden. En zij zijn aan het werk voor jou, zodat jij een mooie avond hebt. Dus geen enkel excuus, te veel gedronken of whatever. Je houdt je gewoon aan de regels, aan de wet en je belaagt hulpverleners niet. En anders kan je de rest van je leven consequenties aan ondervinden, omdat je ook echt zwaar gestraft kunt worden. Ook waarnemend burgemeester Ank Bijleveld deed een ronde langs verschillende posten van hulpverleningsdiensten in Almere en bracht oliebollen mee. Ja, het is een avond dat de meeste mensen natuurlijk gewoon graag thuis willen zijn, hè, met hun familie of vrienden. En deze mensen moeten werken op deze avond. En het is niet de eenvoudigste avond. Het is best wel een gevaarlijke avond. Daar hebben we het net ook over gehad met de minister, zeker met slecht weer. Een heleboel is wel verboden aan vuurwerk, maar we zien het toch overal opduiken. Nou, dat kan heel veel effect hebben. Je ziet ook dat mensen, doordat ze veel drinken op deze avonden, ook ons ambulancepersoneel, maar ook onze brandweermensen die dan nog gelukkig nog net met iets meer mensen zijn, toch niet zo vriendelijk bejegenen, laten we het zomaar zeggen, en soms aanvallen. Ja, dat mag niet, moeten we ook niet tolereren, maar het gebeurt wel. En dan is het belangrijk dat wij deze hulpverleners gewoon allemaal even een hart onder de riem steken. Het bezoek van Yeşilgöz Şekerius en Bijleveld wordt gewaardeerd door de brandweerlieden van dienst. Vandaag de minister op bezoek. Wat geeft dat voor gevoel? Nou, goed gevoel. Het is belangrijk dat er aandacht is voor ons werk. Oud en nieuw is altijd een bijzondere dag voor ons, waarbij we paraat staan voor allerlei soorten incidenten. Naast de gebruikelijke incidenten, de vuurwerkgerelateerde incidenten. En daarbij is ook altijd drank in het spel, lopen er bijzondere gevaren. Dus het is goed dat er aandacht voor is.